De markten hebben hun deuren weer geopend sinds de aankondiging van de nieuwe COVID-19-maatregelen. Reporter Shefflin Paulus was bij de centrale markt en maakte het volgende verslag. Vandaag is dinsdag 22 juni en we zijn een kijkje komen nemen bij de centrale markt. De markt is inmiddels opengesteld en we gaan een gesprekje voeren met enkele standhouders en mensen die dus de markt bezoeken. Enkele marktverkopers hebben aangegeven dat zij moeten concurreren met mensen die buiten de markt verkopen. Klanten kopen liever op straat hun producten dan dat ze naar de markt gaan. En aangezien groente duur is geworden, wordt er minder verkocht. Dat is een probleem, ja. Je zelf naar marktverkoper? Ja, toch wel, naar marktverkoper, ja. En zou je zelf vinden voor een serie tot nu toe? Nee, als je wakker, nee. Als je wakker, dan moet je op je morgen. Maar als je wakker, dan minder moet. Kijk, groente is duur. Momenteel is groente duur, bijna alle groenten zijn duur. Want alles is onder water gelopen, de meeste mensen hebben niet. Dus er is een beetje, maar het is duur. Niet iedereen kan het permitteren, laat me zo zeggen, want het is te duur. Een deel die kan kopen, die koopt wel, maar niet iedereen. Ja, want ik begrijp het ook. Het is ons werk, we moeten kopen en verkopen, dus we moeten het doen. Al kopen we een beetje, we moeten kopen en verkopen. Dit is ons werk. Maar niet iedereen kan het missen. Wie kan missen, die koopt het wel. En niet iedereen kan het kopen. De marktmeester van de centrale markt, Anil Danai, zegt dat de markt is opengesteld onder strengere COVID-19-protocollen. Zo hebben alle verkopers een plastieke afscherming bij hun stand. Bij de poorten zijn er wasbakken geplaatst waar bezoekers hun handen moeten wassen. Ook wordt hun temperatuur opgemeten voor ze de markt binnengaan. Danai geeft aan dat weinig standhouders in de markt verkopen vanwege de prijzen van de landbouwproducten. Je ziet dat nu groente heel duur is geworden. En mensen leven ook onzeker. Er is een investering ook. Als je komt verkopen, dan moet je een plastic mantel zetten. Dat is een investering. En nu, als je groente koopt, dan is het ook zo duur. En met de COVID-situatie in het land ook, hoe elke dag zoveel besmettingen plaatsvinden en plus aantal doden, zijn de mensen ook bang om zomaar op de markt te komen of buiten huis te gaan. Dus er spelen zoveel actoren die hier op de markt. Een gedeelte die mij ook bellen aan marktmeester, we gaan voorlopig niet komen omdat we een beetje bang zijn. En twee, groente is heel duur en ze kunnen niet kopen en weer verkopen. Toch vandaag heb ik met de politie gehad van waarom jullie niet optreden tegen de illegale venters. Want de markt is opengesteld, de standhouders die, zijn in de markt en hier zijn alle protocollen. De mensen verkopen ook beschermd, we beschermen de bezoekers en ook de marktventers. Maar wanneer de mensen op straat verkopen, dan hebben we nu concurrentie. En de marktventers klagen al van marktmeester, waarom halen jullie die mensen van de straat niet weg? Ik zeg altijd van, ik ben de marktmeester van de markt, niet op straat. De straat valt onder de DC. De DC moet ervoor zorgen dat hij opdrachten geeft aan de resortcommandant van Keizerstraat met hun mensen, met de bestuurambtenaar van het centrum, om die mensen weg te halen van de straat. Dat was marktmeester Anil Danai van de Centrale Markt. Hij zegt dat als er illegale venters buiten de markt verkopen, de mensen in de markt met hun groenten blijven zitten.